Goedemorgen, Thouwes en heren. Ik ben zo happy, want morgen ga ik op vakantie en ik ben nu bezig met inpakken van mijn spullen, koffers en zo. Dus ik ben hartstikke blij dat ik naar Canarie ga en ik ga laten zien hoe ik mijn spullen heb ingepakt. Geweldig! Nou, zoals jullie zien, hier zitten mijn schoenen. En mijn tassen en de krummetjes, haarspulletjes, et cetera, et cetera, et cetera. En hier zit mijn kleding, et cetera. Zo. Now, there we go. Ah, I'm so happy. Dus we zijn net voorbij de douane. En we gaan gewoon random een beetje kijken wat we gaan kopen voordat we naar het vliegtuig gaan. Nou, we zitten in de vliegtuig. Geweldig! Ik ben echt bang voor vliegen. Dus als hij straks gaat opstijgen, ben ik echt zo van... Oh my god, ja! Yeah. Oh, maar zolang het in de lucht is, vind ik het oké. Ja, we zijn echt moe. We hebben echt gewoon niet geslapen. Het is echt... Die camera maakt ons niet lelijk of zo. Oh my god. We zijn in ieder geval moe, dus wanneer we in het hotel zijn, dan gaan we het mooi maken en dan komt het pas. Dus we hebben een beetje geslapen. Ja, ik had wel echt een nou, ja, echt. We waren echt moe. Shit. Dames en heren, we zijn gearriveerd in Gran Canaria. As you can see. We moeten even de koffers gaan ophalen. Waar is Oda? En dan laat ik jullie meer weten. Ja, Zout? 21 graden. Oh, je hebt wel gekeken. You smart! Zo, we zijn net... Airport uit. Het is zo mooi hier. Het is 21 graden. Ah, ik ben zo blij. Dus Corendor zei, als we hier zijn, moeten we naar Corendor Cage gaan. En dan worden we opgehaald door een bus naar het hotel. We zijn hier bijna een uur. De vrouw van de Corendon-bus is gewoon weggegaan. En nou, we fucked up. Nou, we ain't fucked up, maar we hebben geen vraag. Weet je wat lastig is? Gewoon dat mensen hier gewoon schaars Engels praten. Dat is gewoon fucked up. Wacht goed. It's okay. Het wordt nu geregeld. Ik weet niet eens waar die man is met onze tickets. Met jouw papieren. Hey, die man nam ons papieren mee en ik weet niet eens waar hij is. Maar goed. We wachten gewoon rustig af en we will see. Dus we zitten nu in de bus, eindelijk, naar de hotel. So happy. Dus ik kwam net de lift uit en wat zag ik? Welkom! Oh my god! Dus het is echt lang geleden dat ik zo'n zon op mijn huid heb gevoeld. Zo lekker! Oh, ik ben gelukkig! Nou, we gaan lekker eten. Het is 6 uur, we hebben zo'n honger en zo'n dorst. Hey. En hier mag ik kraanwater niet eten drinken. Zo, lekker eten. Oh my god, kijk die uitzicht. Geweldig! Wow. Nou, we zijn het uit eten. Volgerecht.
Nou, dit is een van de hoofdgerechten. We zijn nog lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. We lopen de buffet, dus geniet ervan. Nou, we gaan even een paar spullen bekijken. Van die souvenirswinkels gaan we een beetje de stad een beetje kennen. En dan morgen weten we ongeveer waar we moeten lopen. Om ergens te komen, de stad bijvoorbeeld, of naar het strand. Nou, het strand worden we gebracht met een bus. Een shuttlebus van het hotel zelf, dus daar hoeven we niet te zoeken of te betalen. Dat is wel fijn. Oh, ik kan van zulke dingen. Dames en heren, welkom in Mas Palomas. Costa Canaria. Dus we zijn gewoon rustig aan het lopen. Gewoon random. Gewoon een beetje de plek herkennen. Oh. En dan weten we morgen ongeveer waar we heen moeten lopen als we ergens willen gaan. Volgens mij is het gewoon het beste als we morgen de pendelbus pakken van het hotel naar het strand. Waarschijnlijk is vanaf het strand gewoon een grote boulevard met allemaal winkels. Ja. Kunnen we zowel het strand gaan als die boulevard en wanneer we down zijn, pakken we die bus weer terug. Ja. Good plan. Is, lijkt mij een goede plan, toch? Helemaal. Dus dat gaan we doen. Kijk, dat is gewoon een klein stukje huizen daar zo. En verder heb je alleen maar bergen. Maar aan de andere kant is alleen maar huizen. Moving Mountains. Moving Mountains. Oh ja, die kwam vlak na in this club. Oh ja, klopt. We waren. Go! Nee, niet doen hoor. Maar we waren net aan het raden in 2008. Waren drie hele goede liedjes dat ons echt gewoon zo van yes, dit zijn het. En dat was In This Club van Usher. T-Pain van, hoe Buy heet het? Buy You a Drink, volgens mij. Buy You a Drink, ja. Yeah. En yeah. Hoe heet die andere? Wat, en die van, hoe heet die Rasta? Van Lollipop. Oh ja. Van Lil Wayne, ja, dat zijn die drie liedjes dat echt gewoon elke dag luisteren we zeker wel 100 keer. Dat was die tijd. Oh, geweldig. Oh. Nou, mensen, doe je. Bye. See jullie bij de next. Kusjes. Besos. Greets from Gran Canaria. We zijn lekker aan het kletsen, lekker in de avond. Ja, voor de vloer. Zo keer. Nou jongens, het is badtijd. Zo verschuim, heerlijk.